Hallo kijkers van de IMT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Open Rollercoaster 2 met Ido. Hola amigos. En we zijn weer in dit mierennest van een park en ja, het gaat goed. Ik vind het best wel goed gaan. Wat ga jij dan weer maken dan? Hoe hoog is jouw attractie? Bij mij gaat het hoger worden. Maar. Eén stukje hoger volgens mij. Klopt. Ik kan zeggen wat je wil, hij is hoger. Ja, oké. Nou, 28 mei krijgen we weer een mooie nieuwe spannende attractie. Een mooie nieuwe spannende attractie. Hè? Wat wordt het dan? Ja, dat weet ik nog niet. Staat er nog niet bij. Ik hoor Ido wel op zijn toetsenbord, maar wat zit hij erop op iets te zetten? Ik zou het niet weten. Ik die wel vaker iets. Ja, oké. Net nog. Ongeveer 10 seconden geleden, 20 seconden, wat het ook is. Ja, zoiets. Maar mensen moeten wat meer shit gaan kopen. Ik denk dat het ook komt omdat je geen marketingcampagne hebt gestart, denk ik. Ja, het maakt niet heel veel uit at the moment. Je hebt precies 0 euro. Op de cent nauwkeurig. Nou, bij mij niet, maar oké. Oh, we staan niet in de min. Als het goed moet het toch weer vanzelf eruit komen. Als je er zoveel bezoekers hebben, met weinig onkosten. €15 voor Amity Airfield via parkingang kosten gebeuren iets. Intree bedoel je? Zoiets. Maar waarom draaien we niks over verlies? Rotodrop. Oh, is dat die bank? Oh, die ga ik nou nee. Maken. Rotodrop is niet die bank, dat is een topspin. Oh, in onderzoek zijn we denk ik heel veel geld kwijt, 200. Aha. Jezus, tik nou twee keer 30 seconden tijd met de microfoon aan. Volgens mij wel. Goed bezig. Nou, ik heb nog een derde keer bij. Een vierde keer nog wel, een vijfde keer ook. Zesde, zevende, achtste, negen en de 10e keer. Zo. Wat moet ik hiervan zeggen? Ik ben gewoon een keer droog. Moet je er water overheen gooien? Ik vind denk ik mijn microfoon niet zo heel erg leuk, water. Wat denk je zelf? Piem. Zo, er een afvalbakje erbij gezet. Bij de uitgang van de observatietoren, hoe dat ding mag ook heten. Lange Jan, ook goed. Meest random naam ever. Ja, precies. Ik hoor de Enterprise aan 20. Eerlijk maar. Nou, Lange Jan is geopend. Toppie. Ik kan het nog een keer Zure Jan noemen. Why? Waarom? Kots. Blablabla. Creatief. Nou, Rotodrop, kom er maar aan. Je hebt toch te weinig geld? Ja, bij mij niet, want hier heb ik gewoon... Maar dat bij jou, dat boeit niet. Ja, no shit. Oh, dat is die andere verticale ontstopper. Oh. Nou, die ga ik dan zo, als we genoeg geld hebben, maken. Maar dat hebben we dus nog lang niet. Nee, want de inkomens die gaan niet echt hard. Ik heb wel een ideetje, wacht maar even. Pliep. Nou, zo te zien heb je marketing gebruikt. Ja. Dus we krijgen heel langzaam aan doekels erbij. denk dat ik die voor 1 week kunt doen. Ja. En toen stonden we in de min. Yep. Weet je, dat onderzoek is ook echt ziek hoog. 400. Ja, klopt. We krijgen gewoon in 2 slagen min 200. En dat is best wel een strop. Ja, zoiets. Maar het is ook zo van de meeste mensen die lopen ook niet rond die we in ons park hebben. De meeste mensen die staan gewoon in de wachtrij te vervelen. Daarom heb ik bij de Enterprise al van die wachtrij tv'tjes neergezet. Dat die gewoon tyfus lang was. Alleen we moeten meer mensen hebben in het park, wat meer geld oplevert. En minder mensen in de wachtrijen eigenlijk. Klopt. Oh, wie klopt daar, kindertjes? Oh, wie klopt daar, kindertjes? Ido. Het is januari. Niet december of zo. 1 maand geleden wel. Ja, oh shit. Maar toen was het ook nog 2018, hè? Dus Over 11 maanden is het weer december. Ja, maar dat duurt nog wel even. Wie zegt dat? Oh, 11 maanden. 11 maanden kan nog best wel lang duren. Het kan, maar het hoeft niet. Precies. Maar je moet nu wel even denken, alle mensen die in de wachtrij staan, die krijgen automatisch honger en dorst. Waar gaan ze naartoe? Naar de winkels. Dus in principe is het wel heel tactisch. Maar mensen die rondlopen worden moe. En die gaan dan weer op bankjes zitten. Precies. En daarom hebben we dan bankjes. Vorige aflevering ging het zo hard en nu zitten we ergens wel erbij te kijken van ja, gaat niet zo hard. Wat moeten we doen? Ja, precies. Even een aantal attracties wat sneller. Dat mensen wat meer doorstroming krijgen. Dat kan. Dan gaat het allemaal net een tikkie sneller. Ja. Hé, het gaat zo lang regenen. Bij jou ook? Nee. Nou, bij mij gaat het nu regenen. Dat jij heel veel inkomen krijgt, maar ik niet. Ja, ik begrijp echt gigantisch veel inkomen op dit. Kijk, ik zit alweer aan de 1000. Ik kan hier een cheat instellen dat het gaat regenen bij mij. Nou ja, ik denk dat het wel eens een ander idee is, maar dat moet je zelf weten. Ik zit gewoon aan de... Een van de campagnes is beëindigd. Ja. Kijk, kan ik toevallig een Rotodrop op plaatsen? Is dat een ding? Nou, even mee wachten. Oh ja, nu komt de bank eraan, de topspin. Oké, mijn game is geglitcht. Did you broke it? Het zei knak, net als een Twiggy. Rest in pepperoni. Ai ai ai. Er komt wel langzaam weer steeds meer mensen in het park. Ja. Dat betekent meer doekies. Maar het is echt wel een mini klein parkje. Vind je? Ik vind het nog best wel meevallen. Ja, maar wat we nu gebouwd hebben. Ja, oké. Okay. Hoe nu vinden mensen dat ons eten? Geen gedachtes. Geen gedachten. Ook geen gedachten. Erg goedkoop. Oké, wordt die wat duurder. Ik jullie het zo graag willen. Hoeveel money heb je eigenlijk al? 620, maar ik wil nog meer advertenties gaan doen om meer geld te krijgen. Hoe meer money, hoe beter, hè? Dat wordt hem niet. Wat? Ja, om die Rotodrop neer te zetten. Waarom niet? Ja, want jij hebt nog niet genoeg geld. Had ik wel. Had. Want die kosten vanaf, dus 880. Maar dat betekent niet dat je hem kunt bouwen, dat je hem niet meteen kunt bouwen. Nee, dat is copyrighted. Zoiets. Nope, ik kan lang niet praten, want ik heb niet genoeg geld. Ik zit hier met mijn 3000 en het regent alweer. Bij mij nog niet. Hé, hey, topspin unlocked. Ja, klopt. Dat is een topspin, zeg. Precies. Of ik moet maar gewoon de topspin gaan maken, want die is wel wat goedkoper, denk ik. Bouw eerst een topspin maar. Ik heb weer bijna 300. Maar deze topspin is 580. Wapen dit bouwen! Ik heb genoeg geld. 400. $4,5, 470, 509. Nog niet genoeg, want ik heb 580 nodig. 570, 590. Yay! Woehoe! En we staan in de min. Wil ik dit pad gaan zetten? Ja, en we staan weer in de wind. God damn it. Oh. Vorige maand €41 in de winst. En weer €100. Ido, wat ben jij nou aan het doen? Dat is zo'n drum-effectje. Nee. Jij gaat deze kant op. Jongens, Ido heeft te veel energie. Help eigenlijk wel, ja. Help op deze moeilijke tijd door. Dus Mark, sterkte zo meteen. De vorige keer toen ik te veel energie had, ging Mark weg met migraine. Iemand anders in de groep ging weg met koppijn. En toen was ik nog helemaal alleen. Want de anderen durfden daarna niet meer online te komen. Ja, nee, precies. Zeg misschien iets meer over hoe druk ik kan zijn dan wat anders. En als je even wacht met investeren. Want zometeen zijn we advertenties afgelopen. Oh, hè? Oh, we zijn door de spannende attracties heen. En nu? 8 banen? Dus attracties? Doe maar 8 banen. En mensen slopen bankjes. Nou, dat doen ze altijd. Maar ik koop nog even niks nieuws aan attracties, want ik wil eerst wat meer geld hebben voor deze attenties dus. Oké, dan wacht ik al met de Rotodrop. Oh. Ik heb een leuke naam voor die topspin. Oké. Dan. Absurd. Spintop. Really? Niet nou. Creatief, hè? Oh. Echt waar. Je wordt er niet goed van. Zo. En hoe zit het met de marketing? Heb je het al gefixt? Nee. Fuck. Doe me nou eens denken aan gisteren. Gisteren was ik in de sauna en dan hadden 2 mensen een conversatie tussen elkaar. Dat sommige jongeren rot zijn van binnen. Dat ze gewoon zo hard kunnen stinken met windjes later. Word je er ook niet goed van zo'n conversatie in de sauna? Vooral niet als het dan ook om jou gaat toevallig. Nee. Want jij... Ik denk het niet, die van mij ruiken. Want ik wist toch wel de eerste keer toen je hier kwam. Spicy. Gadverdamme. Ah, dat blijft wel goed in mijn kop zitten. Ik kom er niet zo makkelijk uit. Nou, dat kan. Ik zal het helemaal van uitleggen. Ik ging dus voor de eerste keer naar Mark. En toen kreeg ik dus. Mark en ik zaten samen voor de computer een beetje raad te doen, een beetje spelletjes te spelen. Dat klinkt als heel fout, maar niet dat soort spelletjes, jongens. Ik weet al hoe jullie denken. Dus en op een gegeven moment wilde ik naar de wc lopen. Ik stond op. Prrrt. Ik dacht van ja, maar nou hoef ik niet meer te lopen. Maar ik kan de rest er ook wel uit. Dus het was gewoon oorlog op de zolderkamer bij Mark. Oh my god, hoe lang was dat al geleden überhaupt? Toen ik het vierde zat. Dus dat is hoezo al 3 jaar van mijn mbo. Plus, zeg maar 1,5 jaar van mijn hbo-opleiding nu. Ja, en toen zat ik dus nog in de 3e. Dus even denken. Opleiding hiervoor, dus 1,5 jaar zeg maar hiervoor. Toen had ik diploma gehaald. Nog 2 jaar erbij. En dan nog ongeveer een jaartje, laat ik maar zeggen. Hé Ido, ik was nog niet klaar! Kan. Nee, ik wil het één groter hebben, zo. Maar, dan wil ik hem nog eentje groter hebben. Ja, kan zijn. Pap, 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 pap. Dit is gewoon niet serieus te nemen zo. Nee, maar dat was ik toch al niet. Weet je, ik zeggen. Ja. Tot op zekere hoogte heb je een punt, maar tot op zekere laagte niet. We hebben een sportthema, nou precies een goed thema voor Ido. Heb je serieus thema's unlocken? Nee, omdat onderzoek klaar was met spannende attracties, ging die automatisch over naar decor en thema. Terwijl het vinkje niet aanstond. Dus dan gaat hij gewoon, ik denk waarschijnlijk... Nou, maar jij krijgt van mij een racket. Ik denk dat hij waarschijnlijk random... dan gewoon gegenereerd is. Maar, wacht eens even Mark, ik heb nieuws. En dat is? Heel sappig nieuws. Zet er van zijn lening af! Yay. Nou, dat is een goed einde in ieder geval, want ja, we zitten alweer aan tijd of zoiets. Denk ik. Iets. Oh, een verticale ontstopper is ontploft, is kapot gegaan aan... Bij mij Enterprise. Rest in peace. Behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En geef een like op deze kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.